De voorzitter van de commissie van rapporteurs in DNA, André Misikaba, heeft tijdens de openbare commissievergadering over de wet Rekenkamer nadrukkelijk aangegeven dat de regering en de directeur van het kabinet van de president desgevraagd en onverwijld de controleprogramma's aan de Rekenkamer moeten overhandigen. Aan de Rekenkamer de controleprogramma's van hen die met de controle zijn belast en lichten haar volledig en onverwijld in omtrent de resultaten van de controle door overlegging van controlerapporten of op andere door de Rekenkamer aan te geven wijze. Ja, dat betekent dat ook de president, ook de vicepresident, kabinet van de president, zolang u behoort tot die overheid, dan mag de Rekenkamer haar werk daar komen doen op uw werkvloer en mag zij de documentatie vragen dat nodig is voor het werk. En functionarissen moeten onverwijld meewerken. De commissievoorzitter vroeg aan de initiatiefnemers als er voldoende deskundigheid aanwezig is bij de Rekenkamer. Misikaba is daarom blij dat de functievereisten duidelijk en helder in de wet zijn omschreven. Hij haalde verder aan dat artikel 31 lid 2 aangeeft dat de Rekenkamer bevoegd is om bij geconstateerde financiële onrechtmatigheden deze te rapporteren aan de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée kan besluiten de regering in kennis te stellen van bedoelde onregelmatigheden, al dan niet met het verzoek deze door te geleiden naar de procureur-generaal. Ik lees dit, we vergaderen ten overstaan van het publiek, dat in het publiek hoort, maar dat ook de regering zich bewust is wat we bezig hier zijn te regelen. Ik herhaal, dit is een initiatiefvoorstel, het komt niet van de regering. Dus het is goed dat de regering kijkt naar wat we hier bezig zijn te bespreken. En dan herhaal ik waarmee ik startte. Lid 2. Het uitgebrachte verslag als bedoeld in lid 1 wordt door de Rekenkamer openbaar gemaakt door plaatsing op hun website. En natuurlijk wanneer het naar DNA komt, nogmaals is het al openbaar. Maar de Rekenkamer treedt ten aanzien van het verslag niet in de media. Dat is duidelijk. Volgens de commissievoorzitter is dit artikel duidelijk en staat de coalitie volledig daarachter. Maar de meningen zijn verdeeld. Onze nieuwsdienst vroeg een oppositielid of zij hiermee akkoord gaan. En dat lid gaf aan dat in de openbare vergadering nader hierop zal worden ingegaan. De openbare commissievergadering over de regels inzake de instelling en organisatie van de Rekenkamer, de zogenoemde wet Rekenkamer, is vandaag voortgezet.